Zeker in die eindfase, toen het dus echt helemaal fout ging. Toen heb ik wel op een zeker moment gedacht, ik kan hier wel in tranen uitbarsten. Maar dat doen we nog maar even niet. Dat, zeker in zo'n groep op school, dat je dacht, het is voor die kinderen al best. Hè? Ik heb er wel veel met ze over gepraat en ook heel eerlijk. Van ja, dat kinderen zeiden, ja, maar meester, denk je dan dat ze doodgaan? Ik zei, nou, ik denk dat we er wel rekening mee moeten houden. En er waren er ook huilende kinderen en er was ook verdriet. En dan dacht ik, nou, ik moet dan gewoon toch maar even de sterke meester zijn. En dat heb ik tot aan het einde, het letterlijke einde van Anke volgehouden. En toen ik het echt moest vertellen in de klas, toen brak ik. Dat was echt een moment dat ik dacht van ja, nu mogen ze gewoon zien dat het ook mijn grote verdriet is.